Welkom bij Stampin' Up! In het zonnetje. Mijn naam is Sandra Kleine, ik ben een onafhankelijk Stampin' Up! Demonstrator. En in dit filmpje wil ik je graag kennis laten maken met al het nieuwe designpapier wat in de mini-catalogus van najaar 2022 staat. Er staat weer van alles en nog wat er moois in. En achteraan hebben we een heel handig overzicht en kun je ook heel goed zien welk designpapier er allemaal is. Dat ga ik je laten zien. En hier staan ook nog een paar leuke bij die ik je wil laten zien. Deze beide. Alles komt aan bod, behalve de Painted Christmas. Dat is een set papier wat we vorig jaar ook al in de collectie hadden. En dat in deze najaarsgids terugkomt. Ik was ervan overtuigd dat ik er nog een pakket van in de kast had liggen. Maar ik kan het echt niet vinden. Dus geen idee waar ik dat heb opgeruimd. Of dat ik het toch al heb verkocht of opgemaakt. In ieder geval ga ik je al die andere papieren wel laten zien. Voor mij is het ook de allereerste keer dat ik het bekijk. Dus dat vind ik dan altijd grappig om dat op film meteen op te nemen. Want er zit natuurlijk weer van alles en nog wat leuks bij. En het is op deze manier heel goed voor jou ook te aanschouwen wat het eigenlijk is. Want de plaatjes in de catalogus zijn natuurlijk maar klein. En daarom laat ik je alles nu voorbij komen. Ik heb het geprobeerd enigszins overzichtelijk te houden. Dus ik pak het pakket. Ik heb ze al opengemaakt, maar dus nog niet bekeken. Dit is het Santa Express. De prijs van een heel pakket. Dit zijn van die grote pakketten. Deze hebben 12 van deze grote vellen. 30,5 bij 30,5. Je kunt het bij mij ook altijd meedoen met een samen delen actie. Of een paper share op zijn Engels. Dan kun je kleine setjes bestellen van dat papier. Dan krijg je een kwart van het papier in totaal. Dus betekent dat je 6 vellen krijgt van 15,2 keer 30,5. Of je koopt 12 velletjes 15,2 keer 15,2. Er zijn mensen die willen heel altijd graag werken met vierkante papiertjes. Maar ik adviseer je altijd om de grote vellen te nemen. Dan heb je veel minder verlies, veel minder halve treintjes en dan kun je veel meer leuke dingen mee doen. Dus dat is mijn tip. De Santa Express, in het Nederlands de Kerst Express, is deze. Ik vind het een heel leuk, gezellig uitzien. Dus, dit is hem. We hebben Santa's in alle kleuren, zie ik wel. Leuke kleurtjes gemaakt. Achterkant is leuk gestreept met wat sneeuwtroepjes. Hier zien we Santa and his wife. Ook weer een gezellig papiertje. Op de schaatsen zijn ze. En de achterkant oh, is rood met de tekst. Falalalala, falalalala, falalalalala. Nou, die dus. Oh, dit is een heel gezellige. Leuk toch, moet je deze zien. De kleuren van dit papier vind ik ook heel erg leuk. Oh, dit is ook een hele gezellige, zeg. Oh, die is echt heel leuk. Leuke kleuren, niet echt kerstachtig per se, maar toch een hele leuke sfeer. Dit zijn allemaal cadeautjes. Ook leuk, natuurlijk van alles en nog wat ook toepasbaar. En op de achterkant hebben we een rode met groene stipjes en wat lichtgroenige vlekjes. Oh, deze is mooi. Oh, dit vind ik echt een hele mooie. Dit vind ik geloof ik de mooiste van deze tot nu toe. De achterkant is ook leuk met sneeuwkristalletjes. Maar dit is wel een toppertje, vind ik deze. En dan nog één. Oh, hier kunnen we leuke smalle stroken van snijden. Je eigen voorgrond, achtergrond bij maken. Erg leuk gemaakt. En rode sterretjes en streepjes op de achtergrond. Ik moet natuurlijk proberen dit papier allemaal weer netjes op een stapeltje te gaan leggen. Daar had ik nog niet echt, sorry voor het lawaai, geen rekening mee gehouden dat ik ook een ruimte op de tafel over moest houden. Oké, volgende pakketje is Lights Aglow, feestlichtjes. Dit is het papier van de serie die ook op de voorkant van de catalogus staat, Lights Aglow. Dus natuurlijk bij al dat papier horen ook stempelsets en dergelijke. Maar daar ga ik je niet allemaal laten zien. Want dan duurt het filmpje echt veel te lang. Dit is dus een pakketje 15,2 keer 15,2. Dus hier heb je weinig te kiezen. Oh, daar staat wel 6 vel, maar die kan niet, hè. Alleen maar deze. Waarom is dit papier nou duurder? Omdat het andersom moet liggen. Want aan deze kant zit allemaal een mooi metallic goudglanslaagje op. Dus dat is dit papiertje. Je hebt dus verschillende patronen. Een soort bokeh op de achtergrond. Het is wel donker, maar daar kun je natuurlijk op je voorgrond hele mooie dingen mee doen. Oh, dit is, als je hem zo houdt, een tak. Als je het zo houdt, is het een soort
donder, bliksem. Maar hij is wel mooi. Mooi met het donkergroene Evening Evergreen. Hier kun je natuurlijk mooi vierkantjes voor snijden. Dan heb je een heel mooi achtergrondje voor een tekst. Kun je mooi instempelen. Mooie goudglans eromheen. Oh, vergeet de hele achterkanten. Zijn het allemaal bokeh achterkantjes? Nee. Oh, dit is ook, maar deze is wel mooi die. Verscheidende achterkantjes dus. Dit is geen wit. Dit is very vanilla. Mooi. Mooi om ook mooie warme kaarten mee te maken. Allemaal sneeuwkristallen in goudglans dus. Oh, deze achterkant is ook erg leuk. Hier zien we streepjes en stippetjes in verschillende kleurtjes. En ook hier de achterkant leuk. Dit is ook very vanilla. Oeh, deze is ook mooi zeg. Soft succulent denk ik. En hier ook een rustig achtergrondje bij. Even kijken, deze moet zo, want dit zijn... Hij ligt eigenlijk op de kop, zeg maar. Dit zijn kerstbomen. En dat komt overeen met die stempelset die hierbij past. Zie je dat? Dat is de stempelset. En dat zit ook op dit papier. Allemaal mooi met het goudglans. Ook weer een bokeh achterkantje. Oh, deze is ook mooi. Dit is zwart of donkergroen. Ik kan het niet zo goed zien. Maar er zitten allemaal goudstipjes op. En ook op de achterkant weer de sneeuwkristalletjes. Dit is mooi rood met gouden kleine sterretjes. Oh, deze is ook mooi. De achterkant, het rode bokeh. Dit vind ik ook leuk. Zelfde variant als die we net in het groen zagen. Even kijken. Oh, deze sterretjes zijn ook leuk. Het zal dan ook vanille zijn en niet wit, vermoed ik. En dan hebben we hier ook een rode, zelfde idee, labels met het mooie goudglans erachterop. En een mooie rustige achtergrond. Dit was Lights Glow, of in het Nederlands feestlichtjes. Dan krijgen we Sweetest Christmas. Dat hebben we dan op de een of andere manier bedacht in het Nederlands Candy Cane. Had het ook gewoon Sweetest Christmas volgens mij kunnen blijven. Maar dit zijn natuurlijk Candy Canes. Je weet wel, die zuurstokken die je aan de kerstboom kan hangen. Ook dit is groot papier met 12 vellen, 6 keer een design voor en achterop. Dus van elk vel zijn er 2. Hier zie je al hele grote candy canes en het typerende rood-groen schuine streepje. Ook hier allemaal zuurstokjes met streepjes op de achtergrond. Deze is leuk, mooi kleurtje met pool party erin. En een hele rustige stippenachtergrond voor alle stippenliefhebbers. Yes, hier hebben we er weer een. Ook dit is weer de klassieke streep met een mooi, beetje afwijkend kleurtje. En hier hebben we een assortiment van ovaaltjes. Rood-groene zuurstokken. Met ook weer de streepjes. Even kijken, waar heb ik de verpakking gelaten? Want er staat achterop altijd wat voor kleuren het zijn. Ja, ik dacht dat... Het is Real Red wat erin zit, maar ook Sweet Sorbet. Die nieuwe kleur die tegen rood aan zit, maar ik vind het dan moeilijk om te zeggen wat voor kleur het is. Het is geen rood en het is ook geen roze. Dus het is een soort donkerrood-roze-achtig iets of zo. Metallic Shimmer. Een klein pakketje met dus 6 inch papier. Dat is in het Nederlands 15,2 keer 15,2 centimeter. Dit pakketje kost €6,25 en daar zitten in totaal 12 velletjes in. In 3 kleuren. Hier heb ik al wat van gebruikt. In 3 kleuren. We hebben hier Cajun Craze met Pumpkin Pies. Ik weet niet of dat te zien valt op de camera. Maar daar zit een glinsterende laag op. Deze zijn gewoon aan één kant bedrukt. We hebben hem ook volgens mij in zwart met zilver en wit. En we hebben hem in... Evening Evergreen groen met goud. Leuk voor op een achtergrond te gebruiken. Dan hebben we, die ik totaal in de gids niet had gezien, Black and White zwart-wit papier. Dat is dit pakket. Black and White, maar de voorkant is meteen black and grey. Zwart en grijs. Maar het is zwart en wit papier. Ook een groot pakket weer met grote vellen papier. Even kijken. Was mij echt totaal niet opgevallen in de gids. Kijk, mooi. Ook weer stippen, grote stippen. Achterkant wit met zwarte stippen. Oh, dit is hem ook weer, de zigzag. Met op de achtergrond ook zigzag, maar dan net anders. Hier hebben we checkers, weet ik hoe het, ruitjes.
Ja, grijs, zwart of zwart-wit. Dat is dan dit de achterkant. Hé, hey, wat verrassend is dan zwart-witte streep. En hier hebben we sterren. Yes, ook hier op de achterkant wit met zwarte sterren. Zwart-wit thema is heel hot. Dus het verrast me helemaal niet dat we weer zoiets erbij hebben. Hier hebben we zwart is heel hot. Dan komt meteen mijn lieve kleine poesepoes erbij. Hè? Die ook zo dol is op Stampin' Up. Dan krijgen we Storybook Gnomes. Het kabouterbos. Dit is een cutie. Deze is leuk. Hier is ook een hele leuke stempelset bij. En dit papier is ook meteen, je ziet meteen de kleuren. Heel vrolijk papier. Ik denk dat het heel leuk is om hier iets mee te gaan verzinnen. Ik ben heel benieuwd. Oh, kijk. Oh, dan krijg je dilemma's, geloof ik. Voorkant heel erg leuk. Maar wat dacht je van dit? Vind ik dus ook heel mooi. Als je nog niks met kabouters hebt, dan is dit natuurlijk dit is echt een heel mooi patroontje. Dit is ook heel erg leuk, zeg. Met die bomen. Heel leuk met die bergjes erbij. Oké dan. Dit is ook heel mooi. Pacific Point is dus een keertje weer lekker in de hoofdrol. Die mooie knalblauwe kleur. Zie je de kabouters ook. Dit is ook echt heel leuk design, zeg. Wat leuk gemaakt. Echt heel. Oh, de achterkant hebben we allemaal kabouterhuisjes. Yay. Oh, dit is toch ook een schatje. Kijk nou naar die vosjes. En het konijntje. Hoe schattig ze allemaal kijken. Toch? Ja, echt zo leuk. En deze. Wat moet je? Wat moet je? Achterkant ook leuk. De boompjes. Gestileerde kerstboompjes. Deze. Ook weer een heel dorp vol met kabouters. Met deze achterkant. Ik denk dat ik deze achterkant mooier vind dan de voorkant. Dit vind ik zelf een beetje druk. Maar een klein detail hiervan is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar het is wel een heel gezellig geheel. Paddenstoeltjes. Met, oh jongens, deze is weer mooi. Altijd mooi, die kleurcombinaties met die sneeuwkristallen. Blij dat er deze er ook bij zit. Heel mooi. Ja, hier word ik blij van dat papier. Nu dragen we Festive Foils. Feestelijk metallic. Hier zitten, dit is hier een afwijkend prijsje. Volgens mij zitten hier 6 van die grote vellen in. Ja, 6 vellen. 2 van elk in 3 kleuren. Want hier had ik ook alvast wat mee bezig, was ik mee bezig geweest. Je hebt het rode. En zie je dat er ook hier weer metallic glans op zit. Rode sterretjesachtig. Hoe noemen we dit? Ik ben hier al mee bezig geweest. Kijk, als je zo'n klein setje samen delen papershare doet, dan koop je dus zo'n setje. Met 3 van die vellen. Zie, dit zijn alle 3. Rode, de Soft Succulent heeft een sneeuwkristal. Mooi glanseffect. En dan hebben we hier nog, ik denk dat dit Frost Curry is. Even kijken of dat hierop staat. Nee, het is gold. Dus gewoon een gele kleur met goud. Heel mooi. 3 van die grote vellen is dan dus 3 euro. Of als je liefhebber bent van een halve, dan snij ik hem nog een keertje voor je door en dan heb je kleine velletjes. Dus dat is het metallic, feestelijk metallic in 3 kleuren met dus glanseffect. Dan krijgen we een heel groot pakket. Ik had niet meteen gezien dat dit zo'n heel enorm groot pakket papier was. En hiervan is het natuurlijk denk ik wel extra leuk om misschien eens een keertje mee te doen met zo'n paper share. Dus vraag daar gerust eens naar. Want je kunt een klein setje nemen. Deze prijs klopt vast niet, dat heb ik niet nagerekend. Maar je kunt altijd heel goed zelf uitrekenen wat de prijs is. Want dat heb ik gewoon lekker zitten kopiëren en plakken. Want het hele pakket is 37 euro, dan ontvang je 48 vellen. Dus dat is 4 keer zoveel als normaal. Dus daar ga ik gewoon eens rustig over nadenken met mijn rekenmachientje wat een klein setje dan kost. Maar het is zeker aantrekkelijk, omdat het zo'n enorm pakket is, hebben ongetwijfeld heel veel varianten in deze ruitjes. Want het zijn allemaal, gingham is ruitjes, het zijn allemaal ruitenpatroontjes dit. Ik ga ze voorbij laten komen. Niet te langzaam, even kijken. Oh, ik zie, van elke soort zijn 4 velletjes. Dus dit is zwart-witte, zwart-wit. Eens even kijken. Hier hebben we een oranje variant. Oh, er zijn 4 van elk. Geel. Rood. Nee, dit is denk ik ook sweet sorbet. Zie je nou? Ik denk dat dit sweet sorbet kleurtje is. Achterkantje weer zwart met grijs. En dan is het natuurlijk aantrekkelijk om eens een keertje zo'n papershare te doen.
Maar was wel handig geweest als ik van tevoren allemaal had bedacht hoeveel blaadjes je dan kreeg van welke prijs. Maar ja, sorry. We kunnen niet altijd even slim bezig zijn, hè. Maar ik laat je wel even alle ruitjes zien. Mintkleurtje. En dit is natuurlijk tijdloos papier. Het zit dan wel in die najaarscatalogus. Maar dit is natuurlijk tijdloos. En ruiten blijven altijd in. Er zijn altijd mensen die houden van ruitjes. Die willen alles met ruitjes maken. Het is wel eens een keertje leuk, dit moet ik zeggen. En er wel door verrast, want het is lekker slordig. Zie, het is geen strakke bedoening. Maar het is lekker uit de losse pols. En op de achterkant zijn het steeds iets rechtere. Dit is dan weer een iets rechter design. En dit is ook de laatste. Kijk, het is ook de enige afwijkend. Die is zwart-wit met oranje. Voor de rest was alles voor en achter in dezelfde kleurzetting. Nou, dit zijn dus heel veel van die ruiten. En superleuk. Dan hebben we ook nog iets voor de herfst natuurlijk. Herfstoogst, of Rustic Harvest. Rustic Harvest is weer een normaal pakketje papier. En dat is dit. Ook allemaal even laten zien natuurlijk. Pompoenen horen altijd bij het najaar helemaal in Amerika. Achterkant is zwart-wit. Dit is een mooie neutrale. Zou dit allemaal op de achterkant zwart-wit zijn? Dit zijn eikenbladeren met eikels. Oh, dit vind ik ook een mooie dahlia's. Heel mooi, is mijn moeder ook zo gek op. Ja, achterkant, concludeer ik nu, is wit met zwart. Hier hebben we kalebassen en pompoenen en weet ik veel wat allemaal. En een soort korenaardjes. Dit is ook weer een lekkere, hoe heet dat, basic achtergrond. Bladeren. Oh, deze vind ik ook mooi, deze groene swirls. En weer zwart-witte ruitjes. Nou, hiervan ben ik dan liever de voorkant. Het is misschien een beetje donker, vooral zo voor deze. Maar dan moet je er zelf wat knalligers op maken. Mooie achtergrond, ook niet verkeerd. Dan hebben we dit papier. Splendid Day. Prachtige dag. Is ook weer speciaal papier, dus een iets duurder prijsje. En hier had ik iemand op een filmpje mee gezien. En dit, hier verwacht ik dus een heleboel van. Want dit zie je niet in de gids. Dat dit papier zo bijzonder is. Want het is allemaal shine glans. Dus ik hoop dat er niet te veel lamp op schijnt. Dat je het toch kan zien. Het is prachtig glanspapier met witte opdruk. En de achterkant is dan weer in diezelfde toonstelling. Maar dan gewoon mat met een printje. Dus dit is een soort, nou wat zou het zijn, oranje zalmachtige kleur. Echt, dit is zo luxe. Dit is mooi mint met wit ook weer. Even kijken wat we hier op de achterkant krijgen. Oh, heel mooi. Maar dit is echt zonder de achterkant van te gebruiken. Dit is ook, dit is zilver, als ik dat goed zie. Of zou dit ook nog licht? Het is moeilijk te zien met lamp zo. Maar ik ga een beetje voor zilver of grijsachtig. Dus dit met mooie bloemetjes. En dit is ook mooi, die achterkant, heel mooi. Basis. Nee, hoe weet ik veel. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Hier hebben we lichtpaars. Prachtig. Fresh Freesia, denk ik. Echt heel mooi. Hier kun je echt ook hele mooie doosjes of zo mee maken. Geschenkverpakkingen. Ook hier weer een groene kleur, denk ik. Misschien Soft Succulent. Soft Seafoam is de achterkant in ieder geval. Dus misschien de voorkant dan ook. Dit is weer een beetje zalmachtig. Ik kan het bijna niet zien met de lamp zo. Wat voor kleur het eigenlijk is. Maar dit is echt super deluxe papier. Heel mooi. Echt heel mooi. Hier heb ik wel zin in om... Ik ben niet zo van de doosjes maken. Maar ik denk dat je hier wel hele mooie dingen mee kan maken. Dan heb ik nog een hele leuke ontdekt. En dat is Snowflake Vellum. Vellum met sneeuwvlokken. Ook weer een afwijkend pakketje met een afwijkende maat. Want hierin zitten weer volgens mij zes hele grote vellumpapieren. Dus dat is dat doorschijnende pergamentpapier. En dit is allemaal bedrukt met sneeuwvlokken. En dat is echt, deze voorkant in ieder geval heb ik nu alleen nog maar gezien, zo mooi. Kijk, het wit vellum en het heeft echt fantastische opdruk. Dit is echt, ja dit vind ik echt super gaaf. Dat die opdruk, die is wat we noemen iridiserend. Snap je? Dan krijg je een beetje dat idee van het benzinefilmpje. Het is zilver, maar als je het beweert, wordt het blauw, groen, oranje, alles tegelijk. Het ziet er echt
heel mooi uit. Oké, dit is misschien wel mijn favoriete papier dan nu. Het zijn dus wel 6 verschillende vellen, zie ik nu. Dus als je met zo'n klein samen delen setje van alles een klein stukje wilt, dan moet je dus, krijg je 1 zo'n kwart deel. En als je liefst van helft, dan krijg je dus de helft van een pakket, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is echt, echt, echt super deluxe. Oh, wait a minute. We hebben ook vellen met, hoe heet dat nou, hoe noemen we dat? Vilt op druk. Zie je dat? Oh, dit is echt heel mooi. Heel erg mooi. Afvilt, zacht. Ook hier met sneeuwvlokjes. Sneeuw. Oh, dit is echt, jongens, dit ga ik je echt aanbevelen hoor. Echt waar, dit is echt heel erg mooi. Dus we hebben, als ik dat dan goed zie, 3 patroontjes met dat sneeuwspul. Nee, viltvel, fluweel op druk, laat ik het zo noemen. En we hebben dezelfde 3 patroontjes met die mooie zilverkleurige iridiserende opdruk. Werkelijk, werkelijk echt absurd mooi. Ga ik weer naar gewoon designpapier. Bows of Holly, kerstgroen. Heel mooi klassiek van opstelling en kleur. Rood, groen. Waar zit de opening? Ik had alles open gemaakt, ja. Mooi rood met groen thema. Kerststerren. Die toch ook echt bij kerst horen. Dus die laat ik ook even voorbij komen. Achtergrond weer mooi. Dit, daar hou ik al van. Dit is ook mooi gemaakt. Heel mooi, vlot, geschetstachtig. Heel mooie kleuren. Heel, heel helder. Oh, dit is ook mooi. Ook mooi van vintage. Dit zijn allemaal dennenbomen. Erg leuk. Eens mooie voorkant maken met de gestempelde boom. Van Lots of Trees hebben we geloof ik nu in de stempelset. Die past die, oh, heel mooi bij. Ook prachtig. Dit is ook een erg leuke. Heel mooi papier. Is altijd weer een verrassing, hè. Wat voor papier erbij komt. Hier weer allemaal kerstrozen. Achterkant dan weer mooi neutraal. En hier ook weer leuk bedacht met dat witte erop. En een beetje een psychedelische achterkant, geloof ik. En dan heb ik volgens mij nog 1 te gaan. En dat is deze. Celebrate Everything, de meeste feesten. Dit is speciaal papier. Dat kun je krijgen bij een bestelling met een groepje of alleen van 200 euro of meer. Mag je altijd voor 10% aan cadeaus uitzoeken. En dan kun je dus ook kiezen voor dit papier. En dat is dit mooie, enorme pakket met papier. Even kijken. Het zal wel weer 48 zijn. Ja, 48 vellen papier. Deze heb ik ook nog niet bekeken en ook nog niet ergens anders voorbij zien komen. Dus we gaan er ook even doorheen. En dat is dan ook het laatste papier wat ik je laat zien. Even kijken, hebben we weer 4 designs. 1, 2, 3, 4 velletjes per design. Dit ziet er heel gezellig uit, moet ik zeggen. Oeh, achterkant de roze. Hey, dit is leuk. Heel leuk papier. Met zee. Ach, kijk nou. Dit is leuk. Dit is voor alles te gebruiken met thema water of zee. Maar de achterkant is vuurwerk. In zwart-wit kun je zelf heel veel leuk met kleuren bezig. Dit is ook heel leuk. Ook leuk om zelf kleurtjes aan te geven. Zwart-witte kerstboompjes. En wat hebben we dan op de achterkant? Mooi groen. Granny Apple Green. Dit is ook een hele gezellige, zeg. Heerlijk vrolijke kerstballen. Met een rode sweet sorbet met strikjes. Zwarte hemel met gouden sterretjes. Of gele sterretjes. En een ruitje op de achterkant. Ruitjes zijn wel in, geloof ik, dit jaar. Weer mooi blauw. En hier houtnerfpatroon. Soort van. Ah, hier gaan wij al naar de Halloween. Voor Halloween een paar mooie designs. En gele streepjes op de achterkant. Dit is ook een klassieke vorm. Moet je niet te lang naar kijken, dan word je ook een beetje dol. En hier een zigzag op de achterkant. Oh, deze is ook mooi, zeg. Hele mooie vrolijke bladeren. Met groene kruisjes. Ah, hier hebben we het vuurwerk weer, maar dan lekker in kleurtjes. Oh, de leuk, zeg, deze. Happy New Year. Kunnen we natuurlijk gelukkig nieuwjaarskaarten mee maken. En een lekkere roze achterkant. Dit is weer een toppie. Mooie regenboog. Schuine strepen. En hier groen. Zou het shaded spruce zijn met
Granny Applegreen. Erdoor. En dit is weer Sweet Sorbet. Met op de achterkant hele gezellige gekleurde stippetjes. En dat was het dan. Ik hoop dat je hier wat aan had. Dat je dat kan inspireren. En je een beter beeld hebt gekregen van al het nieuwe papier wat in die najaarscatalogus zit. Ik zou zeggen, laat het even lekker rustig op je inwerken. En heb je het idee van, hé, ik wil heel graag van dat papier bestellen. Nou, dan kun je contact opnemen en proberen om er samen uit te komen. Ik wens je verder een hele fijne dag toe. Doei doei!